Dit lijkt misschien een doodnormale straat waar ik momenteel loop, maar in de jaren 80 was dit het decor van asociaal gedrag, een roze Chevrolet en een heuse filmploeg van Dick Maas die daaraan vast zat. We zijn namelijk op de Kolleberg in Sittard, waar Flodder is opgenomen. Nu schijnt het zo te zijn dat Dick Maas plannen heeft om nieuw leven in te blazen in deze Nederlandse filmklassieker. Huub Stapel, oftewel Johnny Flodder zelf, is niet tegen het idee, maar vraagt zich wel af hoe concreet Dick Maas is met het plan. Ik vind dat wel prima, dat moeten we vooral doen. Maar als dat al tamelijk actueel zou zien, dan zou ik dat weten. Want ik heb Dick gistermorgen nog gesproken. En het ging niet over Flodder. Maar wordt de bekende regisseur, net als in 1986, wel met open armen ontvangen door de bewoners? Ja, wat mij betreft is hij welkom. Verrassend nieuws. Ik had het niet eerder gehoord. Maar het is wel, ik vind het wel leuk. Want op zich staat deze wijk nog steeds bekend als de wijk van Flodder. Dat denk ik wel. Wat ons betreft wel. Het is lang geleden en het wordt op zich wel een heel leuk gebeuren hier in de Kolleberg. Die dagen dat ze hier opgenomen hebben, waren het heel gezellig in de buurt. Het waren ook zo'n weer, dus ze zaten allemaal lekker boeten op ons terrasjes. En ze hadden het allemaal te bekieken wie dat ging en dingen. Dat was heel leuk, ja. Dus wat dat betreft denk ik niet dat er veel weerstand zal zijn. Toch denkt Huub dat de echte Floddergrappen in deze tijd eigenlijk niet meer zouden kunnen. Ze kan het niet meer maken zoals ze toen maakten. Dat geit niet, ja. Dat is makkelijk zat. We hebben nu een MeToo en we hebben inclusief. En de kens die vreselijke teksten toen, die ze toen allemaal zei tegen minderheden en andere religies. En ik weet niet wat er allemaal gezag wordt, maar dat geeft niet meer. Conclusie. Mocht Dick Maas ooit nog willen terugkomen naar de Kolleberg, dan gaan de bewoners niet zo reageren. Ze zijn levensgevaarlijk. Het is schorrimorrie. Maar op deze manier. Dus van harte welkom. Zeker, dat wel. Maar voor de rest spreek ik niet, ik spreek alleen voor mezelf. Voor mij is die gewoon van harte welkom, zeker. Ja. Van mij wel. Ja, ik kan dit voor andere lui beslissen natuurlijk, maar van mij mocht dat. Wel grappig. Ja, laat maar gewoon.